Hey, welkom top in een nieuwe Vivo Gamers Maat op computers en games. Hey mensen, alles goed? Welkom top in Gamers Maat met een nieuwe video. En vandaag heb ik een weer special. Want ik had een maat die niet gereageerd op YouTube. En dat komt overal. Ik was op vakantie geweest in Griekenland. Dus vandaar die grote kleur die ik heb gekregen. Maar voor de rest, toen net zo was Griekenland, heb ik een kaart op om 5 die Lipkin een bijzondere functie heeft. En daar kunnen jullie dus zien. Pokémon Fireheart Lipkin heeft een functie met de draadloze linkkabel die met mensen in contact komt met de buitenwereld. De bedoeling de beste die in de buurt zitten. Het spel heeft een gevechtfunctie, maar je Pokémon moet getraind zijn tot level 30 voordat je kan gevecht houden. En of je moet ook genoeg perks houden om dat te doen. Dat is niet gelukt, want die functie in Leaf King Pirates spel kon ik helaas niet met trainen Leaf en met trainen Red. Dus dit functie is helaas niet echt helpbaar. Wel is de functie van het chatten is wel bekendbaar in het spel. En daar heb ik nog nooit achter in gespeeld dat dit kon. Als 12 jaar heb ik om Emerald gespeeld en heb ik ook niet echt komen dat dit kon in het spel. Chatten met vrienden op de Game Boy. Want ik kon pas chatten toen ik al 15 was. Toen kon ik voor eens keer chatten. Maar als 12 jaar ben je nooit. En hier zie je bijvoorbeeld hoe het functie werkt. Je ziet hier de chatbar en Red heeft al geschreven: Hi, who are you? Dus hi, goede, hoe gaat het met jou? Dus ik heb toen gedacht van, goed, met jou. Dus in het Engels, maar ja, achter de Gamers Maat in het kanaal is, is het ook wel een Nederland onttiteld. Dus maar ja, in het nog geen spel. Er zitten wat bijzondere functies bij en de spel is ook wel... Dat die chat met die vrouw Suzy is echt bijzonder dat ik zelf achterkom dat dit kon, het spel. Want ik heb er nooit achter gezet dat het kon. Dan, ik dacht dat pas met Diamond Pearl pas kwam. Dus, en ook is bijzonder dat die chatfunctie behoorlijk zonder functie heeft. Je kunt niet lang bericht schrijven, of je moet MSN al typen of noem maar op. Maar ja, MSN is totaal zo tussen 8. Maar bijzonder is iemand dat de functie wel behoorlijk veranderd is. Je ziet ook voorbeeld dat bijvoorbeeld in het spel ook symbolen zitten. De symbolen in het spel die kun je doen met select op drukken. Dan kun je bijvoorbeeld typen van symbolen op punten. Je kunt ook punten komma's gebruiken in het spel. En als je panzer waar je liefde hebt die je niet bezit hebt, kun je bijvoorbeeld je panzer tekst invoeren. Maar ik weet niet of je kan met Engels en Japans kan toesturen in de chatbox. Want ja, Japan is een Engels jong. Dat is een bijzondere consumentie, want je bent nooit, ja, ze kunnen niet verstaan, ja. Misschien verstaan we de reden dat chatpunt weggehaald is in het spel. Ook is het bijzonder dat bijvoorbeeld, als je de trainer gaat, zie je zo een sensor staan. Die kan bijvoorbeeld een Pokémon registratie laten zetten. En ik had gekozen op die Shiny Golem die ik bezit heb, van Pokémon Emerald. En dat is bijzonder, want de registratie is dat helaas niet echt niet meer wildbaar, want met de regressfunctie je spel, het is oud en het wordt niet meer gebouwd helaas. Sinds Black Bart, die kan wel gebruiken, maar toen tijd niet. Je moet wel opletten voor mijn Game Pass dat dit ding, die daar zit, dat die droog blijft. Want linkkamer als dit, dat geeft geen effect op Game Pass spelletjes. Dat is een soort dus Pokémon van de Game Pass. Als je met dit connectie geeft met Pokémon via het RAL en het vers systeem, dan kun je contact houden met de mensen die hier in contact zijn gekomen met de linkkabel. Ik vond het best bijzonder, want ik zag het chat systeem en ik zag dat in echt. Ja, dit is bijzonder. Dit is echt een heel bijzondere techniek. Want ik heb nog nooit op mijn slag gezien die zo'n techniek opgaf. Het spelletjes. Dat je kan chatten, dat je kan registreren, dat je kan gevestigd houden.
Ik geloof dat het registreren van die spelletjes daar gestopt is, omdat de connectie met Game Pass al een tijdje gestopt in tussen 30 gelopen. Dus daarvoor is ook de manier van deelgestouden, van deeltjes, om die te weghouden, om die te vangen, is ook gestopt in die periode. Dus als je een deeltje wil vangen, moet je bijvoorbeeld een Game Shark ook, om dat voor elkaar te krijgen, een Game Shark. Maar ik vond het wel bijzonder hoe dat gegaan is, de spelletjes. Dus, maar dit was weer voor Gamers Maarten. Ik zeg je tot volgende keer. Dit was weer een video voor Gamers Maarten. Hebben we gekeken, subscribe op YouTube. En ga naar Facebook.nl en like. Tot dan!